Het schooljaar 2024-2025 biedt nieuwe kansen, maar ook de noodzaak om het onderwijs verder te versterken. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei in een toespraak in verband met de start van het nieuwe schooljaar dat door globalisering, digitalisering en technologische vooruitgang de samenleving snel verandert. Scholen moeten mee veranderen om leerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Er is een groeiende vraag naar onderwijs op maat, maar vaardigheden bij afgestudeerden en zorgen over het lerarentekort. De minister vroeg zich af of het onderwijssysteem de komende generaties de benodigde garanties kan bieden. Hoewel ons onderwijsgemiddelde nog op een redelijk niveau is, hebben we de afgelopen jaren zorgelijke ontwikkeling laten zien. Nu zien we dat scholen en opleidingen hiermee aan de slag gaan, maar allemaal eigen oplossingen kiezen. Dit leidt onvoldoende tot duurzame verbeteringen en bereidt het onderwijs onvoldoende voor op de toekomst. Waar ik tegelijkertijd van overtuigd ben, is dat het wel kan. Want er zijn krachtige initiatieven, de betrokkenheid is hoog en het stelsel biedt volop ruimte. De bewindsman merkte op dat er een gebrek is aan een duidelijk fundament van gezamenlijke doelen en mijlpalen in het onderwijssysteem. Hij benadrukte dat dit fundament vraagt om meer richting en duidelijke keuzes en minder vrijheid en vrijblijvendheid. Het is zaak dat iedereen, van leraren en onderwijsinspectie tot overheid, de bijbehorende eikpunten helpen bewaken. En dat schoolleiders, leraren en bestuurders niet alleen vernieuwen en verbeteren, maar de vernieuwing ook aan die eikpunten toetsen. Eikpunten helpen om de vele initiatieven te richten en in het onderwijs een volgende stap te zetten. Minister Ory wijst erop dat, hoewel het onderwerp complex lijkt, het essentieel is voor alle betrokken partijen om duidelijk te benoemen wat er moet gebeuren. De bewindsman vindt dat de uitdaging vooral ligt in het concreet maken van de problemen en het bepalen van duidelijke acties en doelen.